De Suriname Chartered Accountants Institute, SCAI, zal morgen en donderdag de tweede jaarlijkse SCAI-conferentie organiseren. Dit is gisteren bekendgemaakt op een persconferentie. SCAI heette voorheen Surinaamse Vereniging van Accountants, SUFA. Het thema van de conferentie is Global Development and the Accounting Professional Profession Preparing for the Future. De conferentie is bestemd voor vertegenwoordigers van financiële instituten en overheidsorganen, ondernemers, accountants en accountants in opleiding. Suzanne Trott, secretaris van de SCAI, geeft aan wie de sprekers zullen zijn op de conferentie. De heer Vermeer zei al van de verschillende invalshoeken. We hebben daar vertegenwoordigers van de Centrale Bank. En daar zullen er dus twee zijn. De heer Montpellier, die zal ons daarover praten van het gezichtspunt van de projectmanagement team. Maar we hebben ook onafhankelijke deskundigen zoals de heer Anne Hansma, die ook zijn gezichtspunt gaat geven over het NRA gebeuren. En dan hebben we ook de vertegenwoordiger van de bankiersvereniging, de heer Eplei Fanchi, die vanuit de financiële sector zijn gezichtspunt gaat geven over het NRA gebeuren. En dan hebben we daarna een paneldiscussie waarbij al die professionals met de inzichten verworven daarover kunnen gaan discussiëren. We hebben natuurlijk als centrale bank is een belangrijke gesprekspeler, partner voor de accountantsorganisatie. Dus we hebben van de onderdirecteur Ingeborg, mevrouw Ingeborg Geduld, die is ook een van de keynote speakers. Robin Ferrier is waarnemend voorzitter van SCAI en hij zegt dat tijdens de conferentie dieper zal worden ingegaan op de National Risk Assessment voor Suriname en andere zaken die de financiële sector aangaan. Maar wij moeten kijken naar die brede, juist naar die brede context. En niet alleen maar natuurlijk, maar die brede context. Maar het is niet alleen maar het risico van de wisselkantoren en die stichtingen waar risico's zitten, maar eigenlijk onze hele financiële stromen, al onze financiële stromen moeten daar voor staan. En dat is dus waar die risico's zich uiteindelijk, waar die risico's in verborgen zijn. En die risico's van money laundering en terrorisme financiering. Met name in binnenkomen tijdens de conferentie hebben we daarbij verschillende sprekers, verschillende partijen, Centrale Bank, het PMT, we hebben mensen in de banksector komen, maar ook critici, hè? Mensen die met vrij brede ervaring op het gebied van compliance. We benaderen het ook vanuit de IT-invalshoek, maar ook informatie en informatietechnologie hebben we natuurlijk ook nodig risico's. Of kan ook enabler zijn bijvoorbeeld om bepaalde risico's in AML, CFD. Robin Ferrier, waarnemend voorzitter van de Suriname Chartered Accountants Institute SCAI. Hij sprak gisteren over de tweede SCAI-conferentie die vandaag en morgen wordt gehouden in Hotel Torarica.